Ik ben op de Helftheuvel nu in Den Bosch. En wat me opvalt is dat de Helftheuvel nu ook met de verbouwing bezig is. Ik zie dat de terrassen nu weer gelijkvloers staan, dat er een nieuwe vloer in moet. Het zeldzame is bij de Helftheuvel dat er nooit lang iets leeg staat. Ik heb hier op de hoek bijvoorbeeld een winkel, Free Record Shop, ja, we kennen het verhaal allemaal. Die zijn helaas over de kop gegaan, grote winkelketens. Maar er zijn ook nog winkels die het altijd keurig netjes volhouden. Nou, ik heb het HHM, het Helftheuvel Magazine, de splinternieuwe heb ik hier. Daar staat dus op van 20 maart koopzondag en 24 april. Dus dan weet je het, 24 april koopzondag op de Helftheuvel. En de achterkant die viel mij op, ook energie. Welkom bij Nui. En die zit hier, die zit tussen de winkels in. En ik ben benieuwd hoe lang ze hier al zitten. Dus laten we eens eventjes naar binnen gaan om te kijken of dat ik een gesprekspartner kan vinden die met mij het gesprek aan wil gaan hier op de Helftheuvel. En vergeet niet, meer dan 80 winkels zitten hier op de Helftheuvel. Dus overdekt. Een van de meest populaire winkelcentra van Nederland. Ze horen bij de top 10. En dat doen ze goed. En ik zie meneer, kom, we lopen gewoon door. Ben jij de eigenaar? Nee, dat is Ton. Oké, is het druk of ik zie dat hij bezig is. Maar zou ik hem even kunnen... We kunnen hem wel even storen. Ja, want ik ben lekker aan het dwalen door Den Bosch op de helft. Dag Ton, jij bent Ton. Dag Ton, hi, Nol. Zeg, mag ik zo brutaal zijn om te vragen naar een kopje koffie? Ik zou even iets met jou willen overleggen, want ik wil alles weten van jouw prachtige winkel. Nou, van harte welkom zou ik zeggen. Nou, dankjewel. Ja. Tot zo. Nui van Welkom bij Nui. Waar komt die naam vandaan? De welkomketen hebben we eigenlijk zelf bedacht. We zijn ooit begonnen met een primafoonwinkel, de KPN-winkels van destijds voor de consumenten. En dat is later veranderd in een andere keten waar we ons weer aangesloten hebben, de Telmi-keten. En van Telmi zijn we toen Tivo Telecom geworden. Toen hebben we ook een tweede winkel geopend in Rosmalen. En toen hield Tivo Telecom op te bestaan en hebben we er een eigen keten van gemaakt. Met vijf voormalige KPN-winkeliers. Ja, want daar kwam jij vandaan, hè? Je hebt vroeger, dus het klinkt zo lang geleden, maar je hebt bij KPN gewerkt. Ja. Ik ben in april 1975 begonnen bij KPN. En daar heb ik 26 jaar gewerkt. En toen kwam ik erachter dat KPN ging franchisen. En dat sprak me erg aan. Ik wilde wel eigen ondernemer worden. En zodoende ben ik hier toen in 1999, de vorige eeuw. Met de primafoonwinkel. De primafoonwinkel in de Helftheuvel begonnen. De andere primafoonwinkel zat in de Kerkstraat in Den Bosch. En er moest er één bij komen. Er was zo'n ontzettende vraag naar telecomproducten. Dat we hier de tweede primafoonwinkel zijn gestart. Die hele branche die heeft natuurlijk niet stilgestaan. Je hebt ze allemaal meegemaakt. Ja, ik wou zeggen nog net niet de bakkelietentelefoon, want zo lang ineens natuurlijk ook weer niet. Maar vanaf zal ik zeggen, het simpele antwoordapparaatje, de eerste draadloze telefoons voor thuis, tot de techniek waar we nu zitten. Ja, eigenlijk alles van A tot Z. Die tijd waren er nog telexen en faxen en die zijn er weer verdwenen. En buzzers en semafoons. ATF 1, ATF 2 en dan noemen GSM dus. Allemaal zien komen en ook heel veel zien gaan van die producten. Maar heb je ze ook nog verzameld toevallig? Ben je niet zo verzamelaar? Nee, dat niet echt, want dat neemt zoveel plek in beslag. Er staat nog wel wat achter. Maar ze hebben niet echt zo'n verzamelwoorde gelukkig. Nou, inmiddels zijn we natuurlijk beland in een nieuwe eeuw. En er zitten we al behoorlijk wat jaren in. Vanaf 99 ben je bezig, dus je gaat je 17e jaar zit je nu in. Veel veranderd. Je zit hier in de winkel op de Helftheuvel tegenover de Jumbo. Er is een hele kentering geweest op telecomgebied. Hè? Waar bestaan jouw klanten nu over het algemeen uit? Wat voor producten lever jij ze? Nou, we zijn in hoofdzaak natuurlijk een winkel die telecomproducten draadloos, zeg maar. Dus mobiele telefoons, gsm-toestellen, met alle producten die daarbij horen. Maar daarnaast verkopen we ook producten voor thuis. Denk aan vaste lijnen voor thuis, vast internet, alles in één pakketten, televisie, digitale tv. En sinds kort verkopen we ook groene energie.
En met een provider die echt alleen groene energie levert. Groene energie, daar verras je me mee. Ja. Die had ik niet aanzien komen. Maar bijvoorbeeld het pakket waar de mensen nu naar zitten te kijken, Ziggo. Dus alles in één, dus telefonie, internet en tv. Ook dat kunnen de mensen hier afsluiten. Ja, zeker. En sinds kort ook glasvezel van KPN. We hebben onlangs een opleiding gehad voor alle medewerkers om glasvezel te kunnen adviseren aan klanten. En dat verkoopt ontzettend veel op dit moment. Doe je dat alleen in jouw winkel of heb je steun? Je hebt nog een winkel, hè? Ja, ik heb nog een winkel op de Driesprong in Rosmalen. Sinds 2008 is die daar geopend. Maar ik heb natuurlijk personeel. En dat bestaat onder andere uit mijn twee dochters. Die al de oudste vanaf het allereerste begin eigenlijk al als bijbaantje hier in de winkel heeft gestaan. En mijn andere dochter is na de studie in Breda is toch ook in de winkel gekomen. Dat zag er niet naar uit als ze dat zou gaan doen. Maar ze vindt het nou toch wel heel leuk en ze is blijven plakken. Dus uiteindelijk hebben de dochters een eigen winkeltje in Rosmalen. Komt het daarop neer? Dat is eigenlijk hun winkel, ja. Maar ze staan ook net zo vaak hier als daar. We wisselen nog alles een keer af en, om feeling te houden met alle klanten, zeg maar. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die thuis al heel lang bellen. En eigenlijk niet in de gaten hebben dat ze kosteloos bij verlenging een nieuw toestel krijgen. Liggen er veel van die toestellen gewoon te slapen? Ja, er zijn wat dat betreft heel veel slapende klanten. Dat zijn overigens geen klanten van ons, want wij hebben als extra service dat we onze klanten inlichten op het moment dat hun abonnement wat ze bij ons afgesloten hebben, dat het op een eind loopt. En dan stellen wij ze op de hoogte van, kom in de winkel langs en kijk wat de mogelijkheden zijn. Betekent dat jij in het systeem, als iemand hier naartoe komt met een oud toestel, gewoon in een paar klikken kunt zien of dat het contract verlengbaar is en of ze gratis een nieuwe telefoon krijgen? Ja. Ja, en voorheen deden we dat met een brief, maar tegenwoordig gaat het met een sms'je of een WhatsApp berichtje. Wat de klant krijgt in zijn telefoon en die kan dan onmiddellijk hier binnenlopen en dan daar staat al een aanbieding in. Ja, maar dat is wijzelijk natuurlijk omdat jullie dat doen voor je eigen klanten, maar niet heel Den Bosch is klant bij jullie. Maar wel, nog niet, maar er zijn wel heel veel klanten die al jarenlang een nieuw toestel kunnen krijgen. En ook al zijn ze geen klant bij jullie, dan kunnen ze nog hier naartoe komen om bij jullie te komen verlengen. Ja, zonder meer. Ja, en die zijn er echt heel veel nog. Dus ik zou zeggen, we heten welkom, maar ze zijn ook van harte welkom. En de openingstijden hier gewoon tijdens de winkelopeningstijden van de Helftheuvel? Ja, we zijn hier gebonden aan wat de rest van de 80 winkels doet. En dat, we hebben de koopavond op vrijdag tot 8 uur. Ze is pas teruggebracht van 9 tot 8 uur. En op zaterdag zijn we een uurtje langer open tegenwoordig. Er was meer vraag naar, dus nu gaan we om 6 uur dicht. Nou, hartstikke goed, Ton. Dankjewel voor dit gesprek. We bellen nog. Ja, laten we het afspreken. Oké, dankjewel.